to the 80s. Veel succes straks de deelnemers aan de World Cup. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend. Kort en krachtig was de officiële opening. Schaatsen in Tialf zonder dat een gure Noordooster de ledematen doet bevriezen. Hier de mannen die dat nog hebben meegemaakt. Het glorieuze duo dat in 1933 de Elfstedentocht won. Abe de Vries en Sipke Kastelein. Met de ernstig geblesseerde Evert van Bentum werden vanmiddag alle nog in leven zijnde helden van onvervalst natuurijs gehuldigd. De Elfstedenkoningen Sipke Kastelein, Abe de Vries, Piet Keizer, Dirk van der Duin, Sjouke Westra, Jan van der Hoorn, Jeen van den Berg, Reinier Paping en Evert van Bentum. Op Tialf scoorde Yvonne van Gennep met een nieuw Nederlands record tijdens de World Cup wedstrijden op de 3000 meter. De rit tegen Mariska Hekkers sloot Yvonne van Gennep af in 4:22.05. De stemming zat er wel goed in vanmiddag in Heerenveen, hoewel de belangstelling niet zo groot was als gisteravond tijdens het open huis. Bij de 1500 meter heren ging de zegen naar de Oostenrijker Michael Hatschief. Hij leverde de snelste tijd ooit op een baan in Nederland gereden. 1:56.21. Maar naast de snelste tijden op de eerste wedstrijddag van deze nieuwe baan hoort ook nog een ander historisch feit. De eerste valpartij. Dave Sill is zijn naam, uit de Verenigde Staten.